Het meerjarenontwikkelingsplan, MOP, moet meer bescherming bieden voor werkende vrouwen. VHP-parlementariër Reshma Mangre pleitte vandaag hiervoor in de Nationale Assemblée. Ze is van mening dat er een vrouwvriendelijker beleid gevoerd moet worden op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Wanneer vrouwen in dienst worden genomen en ze solliciteren, leerkrachten, dan is er een regel dat je niet zwanger mag zijn. En eigenlijk vind ik dat anno 2021 indruis tegen wetgeving, recht en wetgeving. En het mag nooit zo zijn dat omdat een vrouw zwanger is, dat ze niet aan een baan geholpen kan worden. Leerkrachten die op arbeidsovereenkomst, dat is AO-basis, worden aangenomen, mogen 3 jaar lang niet zwanger raken. Hoe kan dit? Is onkan. Dus het druist in tegen het verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. En ik vraag extra aandacht van de minister. Want we hebben de informatie dat ook de andere werkgevers zoals EBG, RKBO, Senaten Darm, Aria de Waker, maar ook bij de overheid. Wanneer deze leerkrachten 3 jaar lang geen kinderen mogen krijgen, dat ze soms vanwege radeloosheid abortus gaan plegen. Alleen om in een vaste aanstelling te kunnen komen. Dat is bedroevend. Wij moeten anno 2021 beleid op loslaten. En ik zie dat terug in het regeerbeleid van deze regering. Dat we vrouwvriendelijker beleid gaan voeren. Ze wil dat vrouwenrechten beter gewaarborgd moeten worden. Mangre ziet ook graag dat er verandering komt in de wijze van uitbetaling. Ze zegt dat leerkrachten die in dienst treden 3 maanden moeten werken voordat ze uitbetaald worden. Volgens Mangre laat de economische situatie in het land dit niet meer toe. En het is nu niet te doen dat mensen elke dag moeten eten, drinken, brood op tafel moeten leggen, hun kinderen moeten verzorgen en 3 maanden moeten ontberen. En hun gelden niet krijgen. Dus ik kijk er naar uit dat er een ander beleid wordt gevoerd. Dat we deze mensen eind van de maand een salaris kunnen toekennen. En niet dat ze 3 maanden moeten wachten voordat ze hun gelden kunnen krijgen. Graag zie ik verandering hierin. Met het meerjarenontwikkelingsplan beoogt de overheid verbetering te brengen in de financieel-economische crisis. Hierbij moet vooral gewerkt worden aan het creëren van werkgelegenheid en het voorkomen van inefficiëntie bij de overheid.